Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in samenwerking met VFS Global de officiële introductie van de e-visa en e-toeristenkaart gelanceerd. Bij dit historische moment werd ook de website voor de online service geïntroduceerd door vicepresident Ashwin Adhin. De launch vond plaats op maandag 29 april 2019 in de bankethal van Hotel Torarica. The government of Suriname is very pleased that the effort of all stakeholders have finally and successfully resulted in an e-visa and e-tourist card online service, which will lead to more prominently featured Suriname globally. Let me say, we are just turning back from a mission from Ghana. It was more of a spiritual mission. And I can say we are very proud that for all the countries, we noemen het countries, landen van herkomst, from where our people came to Suriname, will make use of the service. But we are on the verge of, we zeggen het afschaffen, waiver, abolish the visa or waiver, you could say waiver, for Indonesia, India, and of course Ghana, and of course China. And we are very proud to say that in all the diaspora countries that we can make use of this, and also for the diaspora countries of this service. I call on all present to utilize these new services as you acquaint others with its existence. Ladies and gentlemen, I now declare the Suriname e-visa and e-tourist card online service officially launched and open for business. Vandaag hebben we de lancering gehad van, officiële lancering gehad van e-visa, dus dat gaat heel goed. Prima, ik heb het ook zo'n beetje kunnen volgen. Wat ik heb begrepen, dat je e-visa om mee te beginnen ook online kan aanvragen. Kunt u daarop even ingaan? Het hele proces voor visa aanvraag is nu digitaal. Je kan hem dus online aanvragen. E-visa, dus visa en toeristenkaart kan je online vragen. Zoals je die presentatie hebt gezien, maak je dan een account aan. Je registreert en dan van daaruit zijn de stappen heel simpel. 3 stappen. Van het invullen van de gegevens, betalen en daarna krijg je als 3e stap je e-visa of je e-toeristenkaart in de mail. Dus ook de betalingen kunnen online plaatsvinden? Betalingen kunnen ook online plaatsvinden, ja. Momenteel kan dat met een creditcard of een debitcard. En we zijn ook bezig, ook voor de Nederlanders, die momenteel als betaaloptie Ideal hebben. Daarmee zijn we ook bezig, we hebben gesproken met het bedrijf. Om de mogelijkheid te bekijken om dat te introduceren, of althans te implementeren in dat systeem. Oké, is er dan ook een medewerking nodig van onze banken, onze lokale banken? Niet zozeer. Als men vanuit hier, als iemand bijvoorbeeld van hieruit een betaling wil verrichten voor een familielid, dan zou dat wel kunnen met zijn creditcard die hij hier heeft. Dus, maar niet zozeer. Ik heb begrepen van de VP tijdens zijn speech dat wij toch voorkeur geven en graag denken aan onze om de Surinaamse diaspora tegemoet te komen door middel van deze e-visa en e-toeristenkaart. Zou u daarover kunnen vertellen? Ja, we hebben in Nederland voornamelijk een hele grote groep mensen van Surinaamse origine, van Surinaamse afkomst, dus onze diaspora. En die reizen momenteel, die kunnen momenteel reizen met een toeristenkaart, maar ook met een gewoon visum kunnen ze afreizen naar Suriname. Los daarvan hebben ze ook de PSA-kaart die ze kunnen aanvragen. Dat geeft ze dan visumvrij de mogelijkheid om te reizen naar Suriname. Maar voor een groot deel dat niet gebruik maakt van die mogelijkheid, is natuurlijk de introductie van e-visa en e-toeristenkaart een mogelijkheid om naar Suriname te komen. Wat voor voordelen hebben de reizigers of de toeristen nog meer aan deze nieuwe kaarten? De voordelen zijn legio. Eén is geen lange wachttijden meer. Is, je krijgt hem direct, nou niet direct, maar je krijgt hem binnen zeer korte tijd, kan je hem in je mail verwachten. Waardoor je dan niet meer hoeft te gaan naar een
een van de kantoren, een van de ambassades of een van de consulaten van ons in het buitenland. Dat zijn voor een groot deel de voordelen die men heeft. Twee of drie. Je kan hem gewoon doen vanuit je huis. Van, als je in de trein zit, als je in de bus zit. Zolang je maar een smartphone hebt, internet hebt en je een betalingsmogelijkheid hebt, kan je dat doen. Dit is een hele goede ontwikkeling voor ons land, voor Suriname. En ik denk dat wij dan ook niet moeten twijfelen aan de mogelijkheden die Suriname krijgt vanuit het buitenland en vanuit buitenlandse partners. Een boodschap met betrekking tot deze introductie aan de Surinaamse gemeenschap zou ik graag van u willen vragen. Ja, dus ik wil de Surinaamse gemeenschap oproepen die gebruik maakt van onze consulaire diensten hier in Suriname om zoveel mogelijk gebruik te maken van de webportal die er nu bestaat. Het bespaart heel veel tijd. Het is heel simpel om die website te bezoeken. Ook de stappen zijn heel simpel. De wachttijd zal veel minder zijn. Dus men kan de website liever bezoeken dan gebruik te maken van onze consulaire diensten op Busa zelf.